Ergens verborgen tussen de doornige bramenstruiken ligt een klein koninkrijk van elfen en feeën. Iedereen die hier woont is heel, heel erg klein. Mijn naam is Ben Elf. En ik ben prinses Holly. Kom op, we gaan spelen. Wacht op ons. Ben en Holly's kleine koninkrijk. Vandaag begint het avontuur in het kleine kasteel. De les van juffrouw Pruim. Holly, Violet en Besje. Zijn jullie klaar voor de veerles van vandaag? Ja, juffrouw Pruim. De les van vandaag gaat over... Wie kan dat zijn? Ben Elf. Hallo, juffrouw Pruim. Is Holly thuis? Ik ben bang dat prinses Holly het te druk heeft om met elfen te spelen. Of met insecten. Hoi, Ben. Hoi, Gaston. Hoi, Holly. We krijgen les van juffrouw Pruim. Wil je meedoen? Ja, graag. Eigenlijk is het een les voor feeën. Alsjeblieft, juffrouw. Mag Ben blijven? Maar Ben heeft het begin gemist en ik wil niet alles herhalen wat ik al gezegd heb. Maar het enige dat u zei was, de les van vandaag gaat over... Mag Ben alsjeblieft blijven? Alsjeblieft, juffrouw Pruim. Goed dan. Maar Ben moet wel stil zijn en goed opletten. Ik neem aan dat zelfs een elf wat kan leren. Dank u, juffrouw. Oh, dus jij wilt er ook bij blijven, Gaston? Goed. Waar was ik? De les van vandaag gaat over... Dank je wel, Besje. De les van vandaag gaat over belangrijke feeënregels. Oh. Regel 1. Feeën moeten mooi zijn. Mooi haar. Moderne kleding. En een mooie, schone huid. Elfen en lieve heersbeestjes hoeven zich daar natuurlijk geen zorgen over te maken. Regel 2. Feeën moeten altijd hun staf bij zich hebben. Wie weet waarom? Zonder staf kunnen feeën helemaal niet toveren. Ja, Ben. We hebben de staf nodig om te toveren. Een fee zonder staf is als een lieve heersbeestje zonder haar stippen. Juffrouw, Gaston is een jongenslieve heersbeestje. Maakt niet uit. Het belangrijkste is dat feeën goed voor hun staf zorgen. Ja, juffrouw Pruim. Regel 3. Als het hard waait, zoals vandaag, moeten feeën uitkijken met vliegen. Als ik laag vlieg, is er niets aan de hand. Maar op een dag als vandaag zou niemand boven de kasteelmuur moeten vliegen. Het waait heel hard daarboven. Ja, juffrouw Pruim. Dus, wat hebben we geleerd? Feeën moeten altijd mooi zijn. Feeën moeten altijd hun staf bij zich hebben. Feeën mogen niet in de harde wind vliegen. Heel goed. Snap je? Zelfs voor mij is het lastig als de wind zo... Ah! Oh, juffrouw Pruim is weg. Was dat wel de bedoeling? Ik denk het niet. Juffrouw is haar staf vergeten. En een vee zonder haar staf... is als een lieve heersbeestje zonder zijn stippen. Arme juffrouw, wat kunnen we doen? Ik heb een simpel plan. We vinden juffrouw Pruim, we redden haar... en dan geven we haar staf terug. Maar ik weet niet hoe we haar kunnen vinden. En ook niet hoe we haar moeten redden. En we mogen niet aan de staf van juffrouw Pruim komen. Dan is het maar goed dat ik er ben. Want ik kan al die dingen wel. Want ik ben een elf. Gaston vindt juffrouw Pruim. Gaston kan haar vast heel snel opsporen. Hoera voor Gaston! Daar is juffrouw Pruim. Deel 1 is gelukt. Hallo. Hoe hebben jullie me zo snel gevonden? Gaston volgde uw geur.
Mijn geur? Voor alle duidelijkheid, ik heb geen geur. Juffrouw, wij hebben uw staf. Holly, je weet dat je mijn staf niet mag aanraken. Dat kan heel gevaarlijk zijn. Maar we willen alleen maar helpen. En u heeft gezegd dat een vee nooit zonder staf moest zijn. Dus we zijn hier om u te redden en uw staf terug te geven. Dat is heel erg aardig van jullie, maar... Deel 2. We gaan haar redden. Zit stil, juffrouw Pruim. Dan gooi ik deze lasso om uw buik. Dat klinkt gevaarlijk. Ik wacht liever tot de wind gaat liggen en dan vlieg ik wel naar beneden. Weet u zeker dat u niet gered wilt worden, juffrouw? Heel zeker. Dit is niet wat ik in gedachten had. Maar nu we er toch allemaal zijn, gaan we verder met de les van vandaag. Juffrouw Pruim, weet u zeker dat een blad uw gewicht kan houden? Mijn gewicht? Jongeman, ik ben zo licht als een veertje. Goed, waar was ik? Het laatste wat u zei was... Zelfs voor mij is het lastig als de wind zo aan... Oeh! Dat was wat u zei toen de wind u wegblies. Woe! Ah ja, dank je, Besje. Zelfs ik vind het lastig om... Juffrouw, gaat het goed? Ja, ik ben tenminste droog. Haar vleugels zijn kletsnat. Ze kan niet vliegen. Ze zit vast op dat kleine eiland. Juffrouw Pruim, wilt u gered worden? Nee. Ik wacht wel tot mijn vleugels droog zijn en dan vlieg ik naar jullie toe. Ik denk dat die vogel naar wormen zoekt. Ik hoop dat mevrouw Vogel niet denkt dat ik een worm ben. Oh, juffrouw Pruim zit in een vogelnest. Het gaat goed. Als die eieren maar niet uitkomen. Oh, help. De babyvogels hebben honger. Oh, hemel. Mijn vleugels zijn nog steeds nat. Juffrouw Pruim! Het voelt niet lekker, maar het is maar modder. Ik denk dat het drijfzand is. Oh nee, juffrouw Pruim zakt in de grond. Ben? Ik ben klaar om gered te worden. Fantastisch! Hupsakee, de stom! Hupsakee, hupsakee! Sta stil, juffrouw Pruim, dan gooi ik deze lasso om uw buik. Ze is te zwaar! Kaston, trek harder! Hoera! Oh, juffrouw Pruim. Wat stinkt u, zeg. Gelukkig was er niemand in de buurt die het allemaal kon zien. Lieve, help. Wat doet u daar, juffrouw Pruim? Ja, koningin Distel. Ik leerde de kinderen een paar feeënregels. Geweldig! En welke feeënregels heeft u ze geleerd? Regel 1. Feeën moeten altijd mooi zijn. Mooi haar, moderne kleding en een mooie schone huid. Ja. Ik liet de kinderen zien wat ze vooral niet moeten doen. Regel 2. Feeën zullen altijd hun staf bij zich hebben. Ja, Besje. Koning Distel hoeft niet alle regels te horen. Precies. Zo te zien heeft u alles onder controle. Gaat u zo door. Dank u, uwe koninklijkheid. Vond je ook niet dat juffrouw Pruim een beetje vreemd rook? Ik dacht dat dat het lieve heersbeestje was. Zo, waar was ik? U schreeuwde het. Woe! Oef, dat was het geluid dat u maakte toen u in de modder landde. Oef. Dank je, Besje. Dat is dan meteen het einde van de feeënles van vandaag. Dat was een geweldige les. Vooral de stukjes avontuur. Ik ben blij dat je het leuk vond, Ben. En dank je dat je me gered hebt. Ah, gelukkig heb ik mijn staf terug.
Haar moet mooi, kleding modern, huid mooi en schoon. Juffrouw Pruim, u ziet er weer mooi en knap uit. Dank je wel, Besje. Nou, kinderen, wat denken jullie dat ik heb geleerd? Wat schreeuw je als je uit bomen valt en zo? Nee, ik heb geleerd dat het goed is om vrienden te hebben als je ze nodig hebt. Of het dan veeën zijn of elfen. Oh ja, sorry Gaston. Of lieve heersbeestjes.